De leden van de hengelsportvereniging Het Geduld in Beekendonk hebben afgelopen weekend kunnen vissen op forel. De forel was vrijdagmiddag uitgezet in de vijver aan de IJsbaanlaan. Het vissen begon zaterdagmorgen vroeg toen het licht werd en eindigde 's avonds toen het donker werd. Willen ze trouwens een beetje bijten? Ik zit hier net, maar ik hoor van de overbuurman dat er nog niet heel veel gevangen wordt. Dus ik ben benieuwd. Ah, het geeft deur tot het donker wordt, hè? Ja, dat klopt, maar ik niet. Wou toch niet? Nee, ik vind het wel lekker om ze te roken. Maar ik heb de voorzitter in beeld, denk ik, hè, van de visvereniging hier, of niet? Ja, dat herinner ik wel, ja. Ja. En de penningmeester. En de penningmeester. Ja. Het is perfect weer, alleen de vis die moet razen natuurlijk. Hè. Maar ja, daar zitten de experts, hè. Daar zijn de buurmannen hier aan allebei de kanten. Daar zijn de experts op visgebied. Daar ben ik dus niet. Als je ziet ze zwemmen, vanmorgen zagen zij ze, want ze hebben een polaroid zonnebril op. En dan ziet die ziet er vooral gewoon, als je niet te diep zwemt, dan ziet ze zitten. Dus dat is wat dat betreft perfect. En dan is de meter naar achteren, meter naar voren, meter opzij.